allemaal koffieliefhebbers. Daar ben ik heel blij om, want daar is deze koffieschool voor bedoeld. Voor koffieliefhebbers, voor koffieprofessionals, voor iedereen die iets met koffie heeft of juist helemaal niks met koffie heeft en wil kijken of dat juist wat kan worden. Hier wordt het verhaal verteld van degene die helemaal aan het begin van de spil staat van de koffie, dus de koffieboer. Hier wordt het verhaal verteld van degene die de espresso-apparatuur maakt en ja, van jullie als koffieliefhebber. Ik heb een droom. Ik dacht, bij speech hoort I have a dream, dus ik heb een droom. Dat één dag, dat op een dag, dat ik een café binnenstap en dat daar gewoon heerlijke koffie te vinden is. Koffie kan kiezen naar eigen believen uit Ethiopië of uit Colombia. Dat ik koffie kan kiezen bij een gerecht, dat er een sommelier is als het ware, maar dan een barista die mij kan vertellen waar de koffie vandaan komt. Volgens mij zitten we heel dicht bij die droom. Alleen moeten we een paar stapjes zetten. Moeten we afstappen van wat de grote mensen willen. Maar moeten we juist luisteren naar de mensen die ja, niet, misschien net iets meer in de vingers. Wat wil ik dat dit wordt? Dit wordt een speelplaats. Dit wordt een plek waar iedereen alles kan uitzoeken. Een gewone thuisbarista kan hier achterkomen wat voor koffie die thuis kan drinken. Maar ook wil ik hier heel graag met koffieprofessionals zijn. En dat we samen kijken naar uit welke koffie, of welke koffie komt op welke molen het beste tot zijn recht. Dus we gaan allemaal molens naast elkaar zetten en hier een lab ervan maken. Ik wil hier dat eigenlijk iedereen dit gaat beschouwen als een plekje waar je van alles kan leren over koffie. Misschien ook thee, misschien ook chocolade in de toekomst. Maar eerst koffie. Er is nog zoveel te weten te komen over koffie. Waar ik wel mijn papiertje bij wil houden is de mensen die dit hebben mogelijk gemaakt. Want er zijn heel veel mensen die hieraan hebben meegeholpen. Allereerst Barend. Je bent mijn grote inspirator. Allereerste stap in de koffie was bij Barend en jij hebt me helemaal geïndoctrineerd met alle wijsheden. En die draag ik nog steeds uit, dus ja. Zeer veel dank. Ja. Iemand die heel dicht bij Barend staat is Kees. En ook jij. Ja. Gewoon door je losheid en je openheid naar iedereen toe, naar de horeca, naar de mensen van thuis toe. Leuke, goede inspiratie. En daarnaast Henk. Waar ik alles heb geleerd over koffie van Barend, heb ik alles geleerd van espresso machines via Henk. En ook hoe de markt een beetje in elkaar zit. Dat we soms wat commerciëler moeten denken, of juist niet, in dat geval. zeer veel dank ook. En er zijn heel veel mensen die hier hebben meegeholpen om dit tot stand te brengen. Deze ruimte hier. Het is natuurlijk een hele rare ruimte. Het is een oude MTS. Dit was een praktijklokaal waar een etslokaal of een donkere kamer in zat. En hier werd in geëtst. In de vloer zie je af en toe nog van die moeten in de vloer, waar hier stonden grote bankschroeven en etspersen enzovoort. Dankjewel, dat is mijn moeder. Ook een grote inspiratie. Ja. Maar degene die het meest waardevol is voor mij is, waar staat ze, Brechtje? Ja. Zonder jou was ik op school helemaal nooit geweest. Dus, daarnaast mijn vader, Willem. Thank you.
dag 1 dat we het überhaupt hadden over het verbouwen van deze plek, had hij al een hele lijst klaar gemaakt met wat allemaal gedaan moest worden. Een hele stappenplan. En vanaf moment 1 tot altijd is het een enorme inspiratiebron ook. Met plezier. Ja. Verantwoordelijk voor al het houtwerk hier. Alles wat van hout is, dat Leopold Koffieschool. Ik zal niet alleen voor mezelf spreken als ik zeg dat Leopold Koffieschool een grote aanwinst is voor de Nederlandse koffiewereld. Want wij als koffieliefhebbers moeten ten alle tijden en ten alle dagen de kwaliteitskoffie in Nederland bij de mensen onder de aandacht brengen en blijven brengen. Zodat steeds meer mensen te weten komen dat koffie niet zomaar koffie is. Joost die heeft aan het begin gestaan van mijn competitie ervaring. 2 jaar geleden in 2009, toen hebben wij samen heel vaak bij ESW getraind voor mijn latte art competitie. En dat is waar het voor mij allemaal begonnen is. Dus ik weet als geen ander dat Joost heel veel kennis en ervaring heeft om ontzettend veel mensen enthousiast te maken over koffie. En ze heel veel bij te kunnen brengen op het gebied van kwaliteitskoffie. Dus Joost, allereerst bedankt daarvoor. En ik wens je ontzettend veel succes met je nieuwe koffieschool. En dan gaan we hierbij de koffieschool officieel open. Ja. Drie, twee, één, nul. Zeggen, Joost, proost. Toen, volgens mij kwam ik jou voor het eerst tegen 7 jaar geleden. Ja. Ik herinner me nog heel goed hoe ik ons sollicitatiegesprek hield in de winkel, een klein tafeltje. En ik dacht op dat moment, ja, jouw werk. Natuurlijk hebben we zo nu en dan elkaar ook naar het leven gestaan. Maar je ging niet zonder tranen weg. Nee, dat klopt. Ik vind het geweldig dat je nu je eigen zaak hebt. En ik weet zeker dat we in de toekomst ongelooflijk veel met elkaar gaan doen. En namens ons hele team van de Golden Coffee Box wens ik je ongelooflijk veel succes. Dank je. Ja. Proost. Ja, dan had ik Joost ook nog een klein woord, maar geen speech. Speech! Je hebt alles. En je houdt van hele goede koffie. Ja. En namens Alleborg, Kees van der Westen, Espresso Service West, Barend Boot en Boot Koffie, Tevens van Bokka, Single C Koffie en SJA in Nederland, hebben we een cadeau bedacht voor jou, wat we gaan binnenbrengen dadelijk. Dat heb ik even aan ons overlaten. Het is een heel leuk, levend Italiaans cadeau. Met een taart? Met een taart? Nee, ik ben wel even opgelopen, Joost. Met presidenten, volhoud van radio, kom in Nederland. We kunnen hier nog op gelaten. Buongiorno Italia che c'è per il tempo, le calze nuove nel primo che aspetto, con la bandiera di Torino una 600 di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia,